In Sesamstraat, Nigeria, zit een nieuw figuurtje, Kami. En Kami is een pop met HIV, bedacht om de AIDS-problematiek op een speelse manier bespreekbaar te maken. En de Nederlandse Sesamstraat kan natuurlijk niet achterblijven in het behandelen van actuele thema's en introduceert ook een nieuwe bewoner. Addy, ben je daar? Ja, insgelijks. Jij woont sinds deze week in Sesamstraat. Echt wel. Die gasten in Hollywood wilden die straat hier meer street cred geven, weet je. Kom je al gauw bij mij uit, toch? Voor een beetje ghetto, een beetje chillen vibe. Ja, want dat ontbrak er nog een beetje aan. Nee, man, die was er gewoon niet. Ja, en wat ga jij de kinderen leren, Addy? Respect, weet je. Ja. Samen leven, samen delen. Nee, gek, dat je respect moet eisen, want dat je er recht op hebt of zo. En wat doe je dan zo al de hele dag, Addy? Beetje chillen met mijn mattie. Voor Pino bijvoorbeeld. Nee, gast, Pino is vieze mar. Elmo is mijn homeboy, weet je. Mijn moneymaker. Hij is ook boekie bij hondengevechten. Hondengevechten? Is dat nieuw in Sesamstraat? In die box van mijn moem toch? Gisteren heb ik zijn pitbull laten vechten tegen Tommy. Oh nee, hoe is dat afgelopen? Nou, pitbull is dood, Tommy is een master. Hé, hey, psst, inni mini, Sina, psst. Hey, je bent echt een vieze, ik zet je achter de raam. Dus jij bent eigenlijk het eerste Sesamstraat-terroristje, een capuchon-klootzakje? Wat ga jij klootzak noemen, vieze semmer? Ik weet waar je woont. Ja, en wij weten waar jij woont, in Sesamstraat. Sesamside, vieze homo's. Oh, sorry hoor, wie heeft er hier nou een vuist in zijn reet? Wat praat je, gast? Ik heb die Bert en Ernie ook weggetreiterd. Bert en Ernie weggetreiterd? Ja, man, ik moet geen homo's in mijn hoed. Gooi stenen door die raam. Alle flikkers moeten terug naar hun eigen land. Nou. En die varkenpurk heb ik ook geprikt. Echt haram. En zegt niemand daar iets van? Waar is meneer Aard? Die ouwe heeft buurtregisseur op me afgestuurd. Pff, was gewoon die Hakim met petje op. Pauze alsof die harde baas is. Dus die ging me opsluiten in pantomime gevangenis. Was ik zo eruit, toch? Nou, je hebt een lekkere invloed op de buurt. Voor real, gast. Als je nog wat nodig hebt, weet je, elke dag ik chill voor die winkeltje van Sien zo rond 5:30. Of check mijn homies Elmo, Grover, Cookie Monster, voor kankervet autoradio, dope, nieuwe iPhone, pipas, chickies, bontjes van echte dikkie dikbond. Ga je zien? We kunnen niet wachten. Voor real, later. Ja. Tot ziens, gozer.